Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Zometeen is het PS Theater te gast, maar eerst gaan we het hebben over dit boekje dat deze week uitkomt. Voorschotense verhalen, 10 parels uit de vorige eeuw. Donderdag wordt hier gepresenteerd aan burgemeester Staats. En bij mij is de schrijver Jan Sloof. Jan, welkom in de uitzending. Dank je. 10 verhalen over het dorp. Hoe ben je die verhalen tegen het lijf gelopen, zou ik maar even vragen? Ja, nou, ik inventariseer veel archieven en we krijgen voor het museum ook van allerlei... spullen in huis, zou ik maar zeggen. En op die manier ben ik het eigenlijk tegenaan gelopen. Ik heb nog wel veel meer, hoor. Maar dit zijn wel heel erg bijzondere verhalen, vond ik. Dus ik dacht, dat moet wel gepubliceerd worden. Ja, u bent archivaris in het museum in Voorschoten? Voor een deel als vrijwilliger. Mm-hmm. Ja, het was ook mijn vroegere werk. En ook voor een oudheidkundige vereniging ben ik ook de vraagbaak. Dus dan moet je nog wel eens wat opzoeken. En vandaar. En u heeft een gedurfde titel gekozen, 10 pareltjes. Ja. Nou, ik vind het parels. Ja, nou ja, ja, het klinkt een beetje opschepperig natuurlijk, maar het zijn echt wel pareltjes hoor. Echt wel leuke, echte dorpse verhalen, ja. En geeft u daar eens een voorbeeld van dat je, want op een gegeven moment kom je het eerste pareltje tegen en dan denk je, misschien is dit wat, om een beetje op te schrijven. Ja, ik ben natuurlijk begonnen met de paardenmarkt, maar als u een pareltje noemt, vind ik, de paardenmarkt is zo oud, daar kan je niet omheen. Nee. Maar een pareltje is het bijvoorbeeld het verhaal van meneer Verhoog. Meneer Verhoog die is in 1878 geboren en die werkte op de zilverfabriek. En die heeft in 1906 of zo, heeft hij in een schrift alles op zitten schrijven over zijn jeugd. Ja. En die man heeft ook een hele mooie stijl van schrijven. Heel gezellig, heel goed Nederlands. En dat heb ik integraal overgenomen en voorzien van illustraties. Dat vind ik wel een pareltje. Ja. Waar hij het over heeft, heb ik plaatjes bij kunnen vinden. Oké, laten we dan, ik prikkel me gelijk. Wat vertelt hij? Want we willen natuurlijk een klein beetje de geschiedenis van Voorschoten leren kennen. Ja. En dat gebeurt aan de hand van verhalen. Wat vertelt hij over dat Voorschoten van het begin van de 20e eeuw, eind 19e, begin 20e eeuw? Wat hij vooral vertelt is het hele erge dorpse. Hè? Het is een paar duizend inwoners. En ons kent ons. En wat ook bijzonder is, die verhalen gingen altijd wel. En de bekende journalist Joop Peters, helaas overleden, schreef dat ook wel eens. Dat bijvoorbeeld een burgemeester benoemd werd, toen vroeger door de ambachtsheer. Dus de provincie had er natuurlijk wel mee te maken. Maar de ambachtsheer was toch nog wel vrij machtig. En dat schrijft hij ook. En wat hij schrijft is tot op heden klopt het allemaal. En hij woonde ook tegenover die burgemeester, burgemeester Treup. Zijn vrouw was een gouvernante bij kasteel Duivenvoorde. En dus ja, vond ik wel ook wel leuk dat het nog weer... Gouvernante, gelijk een oud woord, dat is eigenlijk een wat ze tegenwoordig een nanny noemen. Ja. Inderdaad. Ja. Voor de een kinderen, oppas. Voor de kinderen Steengracht. Ja, maar ze leerden dus toch ook wel de talen. Zoals zelf kwam ze uit Zwitserland, ze sprak goed Frans. Mm-hmm. En ze kon ook begenadigd tekenen. Dus het kon heel mooi tekenen ook, prachtige tekenen. En als we in deze 10 verhalen, hoeveel van het Voorschoten van nu herken je daar nog in terug? Best eigenlijk nog wel veel. Ja, waar die meneer Verhoog bijvoorbeeld woonde, dat heette Voorstraat, dat heet nu Treupstraat. Vanwege die beroemde Treup natuurlijk, die burgemeester, maar ook zijn zoons. De paardenmarkt is nog altijd terug natuurlijk, moet ik even spieken. De korenmolen is er helaas niet meer. Nee. Prentbriefkaart. Ik heb er ook een hoofdstuk in over de prentbriefkaart. Dat is ook heel gezellig. De geschiedenis van de prentbriefkaart en ook de vervalsingen die er waren. Ook in Leiden hoor en voor wat, andere plaatsen ook. Een aantal dingen is misschien moeilijk om terug te kennen. Maar heel veel dingen kun je nog wel herkennen hoor. Ja. Dus maar ja, dan heb ik het over de Leidseweg. Maar ja, dat is natuurlijk nu een grote autostrada geworden. Hè? Ja. Vroeger was dat natuurlijk gewoon doorgaand beklinkerde weg. Met de blauwe tram erlangs. Dus. Ik heb van tevoren het boekje gekregen. Het eerste tijd gaat om het eerste hoofdstuk te lezen. De eerste hoofdstuk gaat over de paardenmarkt. Ik denk dat is geen toevallige keuze, hè? Nee, dat is toch wel bijzonder, hoor. Het was eigenlijk van oorsprong overigens een jaarmarkt. Hij wordt in 1204 al genoemd. Ja. Dus dan is er in Voorschoten de traditie gaat er, dan is de eerste jaarmarkt is er. En dat wordt later de paardenmarkt. Ja. Van Lieverlee wordt het meer een veemarkt. Ja.
Dus het is... Ja, en wat leuk is... Hij wordt nu waarop... altijd nog gehouden, hè? Ja, ja, uiteraard. Ja, 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 met de draverij in juni. Inderdaad, heel mooi. Ja. Wat het leuke is, is dat op het moment dat je een geschiedenis ergens van gaat schrijven... Het heet eigenlijk geen geschiedenis, zo heb je het niet genoemd. Maar kan je vervallen in het van feitje naar feitje schrijven. Ja, ja, ja. Dat is hier niet het geval. En het leuke vond ik, er zitten een paar opmerkelijke verhaaltjes zitten erin. En het leukste vond ik eigenlijk rond die paardenmarkt. Dan trekken die handelaren naar dat kleine dorp Voorschoten toe. Ja, ja, en die komen eigenlijk als een soort vreemde, komen die het dorp binnen. En de bevolking zit er eigenlijk niet zo op te wachten. Die spijkeren ook de deuren en de ramen spijkeren ze dicht. Dat moet ook een beetje vanwege de paarden. Maar wat voor volk kwam daar toen in de tijd naar Voorschoten toe? Nou, er kwamen, wat men dan al zo noemde, heel veel zigeuners op af. En er stond vanaf de Veurseweg helemaal tot aan het station, en soms er zelfs voorbij, het is een hele lange papelaan zo, stonden al die wagens van die zigeuners. En dorpelingen waren natuurlijk, het was vroeger toch wel wat bekrompen natuurlijk. Ze waren wat vreemde lui, en die zien er zo donker uit en zo natuurlijk. En de boeren hadden er ook wel last van, want ze hadden natuurlijk een paard en wagen. En 's nachts gooiden ze gewoon die landhekken open, en lieten ze lekker die paarden grazen in de wei, weet je wel. En die vrouwen die liepen lang die boerderij af. Het was natuurlijk nog in die periode waar we het nu over hebben, is natuurlijk nu zeker zo'n 80, 90 of meer jaar geleden. Er waren veel boerderijen en dan liepen ze dus langs die boerderij en hadden ze een handje voer, die zigeunervrouwen. Ja. Strooiden ze graan en dan kwamen die kippen erop af en dan gooiden ze die grote rokken erover. En dan hadden ze weer s'avonds weer vlees in de pan. Oké, leuk. Maar je noemde net al die paarden die ze bijvoorbeeld in de weide lieten grazen. Dan zou je denken, dat is toch niet zo erg. Maar het ging op het hoogtepunt van die paardenmarkt. Tussen de 800 en 1200 paarden stonden er in de Voorstraat in Voorschoten. Dat is niet te geloven, hè? Nou, eigenlijk niet, nee. Want nu staan er 200 op het moment dat de paarden meestal. Ja. En nu wordt er een premie ook gegeven. Ja, in de 19e eeuw is het gigantisch opgelopen. En moet het geweest zijn vanaf het huidige kruispunt bij Albert Heijn, zou ik maar zeggen, tot helemaal aan het zuidelijke puntje toe. Van Voorschoten, sorry, richting van Hoogvliet, zou ik maar zeggen, de Papelaan. Zo ver heeft het dan moeten staan om ze allemaal kwijt te kunnen. Ja, en allemaal naast elkaar op een rijtje zo. Ja, allemaal zo naast elkaar. Hey, en wil ik nog één leuk verhaaltje? Heeft u nog een ander pareltje dat u zegt van, nou, die wil ik in ieder geval even delen? Dan moet ik even... Misschien ook die tegeltableaus, dat is ook heel bijzonder. De ambachtsheer Steengracht van Duivenvoorde werd op handen gedragen door de bevolking. En toen hebben ze geld ingezameld door die... 1892, 50 jaar ambachtsheer was, baas van het dorp. Mm-hmm. Toen was er natuurlijk al wel een burgemeester, maar goed, hij was dan toch ook misschien al wel hoger. Toen hebben de dorpelingen geld ingezameld, die hebben bij de porseleinen fles in Delft, niet de minste Delftsblauwe firma, hebben ze twee hele mooie tegelschilderijen laten maken van Voorschoten. En het grappige is, dat is door Leon Senf, een hele goede kunstenaar is dat gemaakt, die twee tegeltableaus. Eén van de Voorstraat en één van de buitenkant van het dorp. En ik heb eigenlijk, was dat ook een ontdekking, een foto gevonden. Daarom ben ik erover gaan schrijven. Ik vond een foto en denk, die lijkt wel op een tegeltableau. Wat hangt in Duivenvoorde? En zo is het gekomen. Toen heb ik ontdekt dat die Delfsblauwe schilder heeft natuurlijk die foto als voorbeeld gehad. Dus er werd in 1892 in Voorschoten, moet je nagaan, 1892 in een dorp al gefotografeerd. Dat is toch wel bijzonder, hoor. Ja. Dat is echt, want de ansichtkaarten, de oudste ansichtkaarten zijn ongeveer van 1900, hè. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Hartstikke leuk. Ja, één van de parels, één van de 10 die in het boekje staan. Ja. Aanstaande donderdag ga je hem aanbieden aan de burgemeester Staats, hè? Ja, leuk. En daarna in de winkel? En daarna in de winkel, ja. Ja. Oké, nou leuk. Daar gaan we. Een aanrader. Voorschotense verhalen, 10 pareltjes uit de vorige eeuw. Schrijver Jan Sloof. Dank u wel dat u hier was. Bedankt ook. Vrijdag is de eerste editie van PS Ontmoet. 3 gasten vertellen over wat hen inspireert, wat hen boos maakt, waar ze gevoel bij krijgen. En dat alles gebeurt in het thema Geloof in Leiden. Ik spreek met de regisseur, Pepijn Schmid. Welkom, Pepijn. Dankjewel.
Ja, het werd aangekondigd in de media als een Leidse zomergasten. Gaan jullie dat echt één op één kopiëren? Nee, dat zou ook wel een beetje flauw zijn. Wat we wel gaan doen, we voeren inderdaad 3 uitvoerige gesprekken met mensen die op een manier met het geloof van Leiden te maken hebben. En aan de hand van fragmenten vertellen zij inderdaad wat hun inspireert. Wat hun heel blij maakt, boos maakt. Wat hun doet thuiskomen. Ja, wij krijgen dan als pers zo'n bericht binnen. Ja. En dan is het PS-theater, want daar ben jij van, daar ben je regisseur. Ja. Ja. Gaat een talkshow maken. Hoe is dat zo gekomen? Want jullie zijn natuurlijk gewoon theatermakers. Ja. Normaal staan jullie op de bühne in de schijnwerpers. Ja, precies. En die rollen wilden we eigenlijk eens omdraaien. Kijk, we noemen onszelf het Stadsgezelschap van Leiden. En we halen steeds inspiratie uit de stad, we verzamelen verhalen. En wat we nu eens wilden was eigenlijk van die mensen waar we normaal die verhalen verzamelen, wilden we uitdagen om ons en de stad te gaan inspireren. Dus door inderdaad die fragmenten te tonen, door dingen voor te lezen, door ons desnoods te laten proeven wat voor hun dus gaat om het geloof van Leiden. En wie zijn de eerste 3 gasten aanstaande vrijdag? Dat zijn archeoloog Tom Hazenberg en rouwbegeleider Jacinta van Harteveld en acteur Wil van der Meer. En met alle 3 hebben we al eens eerder samengewerkt en nu vonden we tijd om dieper met hun in gesprek te gaan. Ja, en waarom gekozen voor deze 3 gasten? Want je hebt gasten eigenlijk in een heel breed spectrum uitgekozen. Ja. Een architect, een acteur en een vrouw die oprichter is van Hospice Senia. Ja. Dat is een instelling of een plek waar zieke, terminaal zieke kinderen of jongvolwassenen verzorgd worden. Mm-hmm. Maar dat loopt heel erg uiteen. Maar waarom de keuze voor deze 3 personen? Kijk, we wilden heel graag dat de stad ons ging inspireren. En een stad bestaat niet uit alleen maar die of die personen. Dus dat wilden we zo breed mogelijk eigenlijk trekken. En we hebben gezocht, of we hebben een soort longlist samengesteld van mensen waarvan we dachten, ja, daar willen we wel eens wat meer van weten. En dat loopt inderdaad, dat loopt heel erg uiteen. Maar wat wel weer heel leuk is, de fragmenten die zij tonen, die komen best wel nauw samen. En hoe gaan jullie, wat is de vorm? Is het 1 voor 1 komen ze aan de beurt? Of gaan jullie lekker met z'n drieën zitten? We zijn een theatergezelschap. Dus we maken eigenlijk ook meer theater dan dat het echt een talkshow is. Het wordt een hele gezellige setting. Waar mensen, waar een bar is, waar mensen aan tafeltjes zitten, kaarsje erbij. Met die mensen gesproken wordt en dat wisselen wij weer af met muziek, met theater. Dus op die manier. Ja, jullie gaan dus niet op je handen zitten. Het is niet zo, PS-theater zit achteruit. Dus PS-theater doet nog steeds mee. Ja, absoluut. Ja. Wij willen ook weer heel graag wat teruggeven natuurlijk. Ja, en want jullie gaan van de zomer bijvoorbeeld, waar jullie... ik ben even de naam van het programma kwijt, maar het programma, jullie zijn aan kinderen gaan vragen van hoe zie je jezelf nou over 10 jaar? Ja. En dat hebben jullie verteld, dat verhaal, van hoe jij hun eigen toekomst zien. Ja. Nu laat je je inspireren door de mensen die bij jou te gast zijn in PS Ontmoet. Ja. Maar komt er ook weer iets uit uiteindelijk daarna? Ja, ja, want ons themajaar is het geloof van Leiden en daarin draait het om hou vast. En dat jaar sluiten we uiteindelijk af met een grote voorstelling in de Pieterskerk. Waar onder andere de jongeren waar je net over sprak in mee zullen spelen. Als ook mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. En met elkaar wordt dat dan de grote voorstelling Het Geloof van Leiden. Ik vind het wel een abstract thema, Het Geloof van Leiden. Ja. Ik kan me er moeilijk wat bij voorstellen. Maar waar zoeken jullie naar? Nou, we zoeken eigenlijk naar wat het houvast is van de stad. Wat de steunpilaren zijn waar deze stad op gebouwd is. Dat zijn zowel mensen als instellingen, als plekken. En die zoeken wij eigenlijk een jaar lang op. Zo gaan we in februari starten we met een groot project in de Kooi. Wat de Atlas op het Plein gaat heten. Waarbij we ook letterlijk op zoek gaan naar die steunpilaren. Er komt natuurlijk, komen hele grote veranderingen aan. Die participatiesamenleving dringt zich steeds meer op. En dat was voor ons eigenlijk de uitdaging van... Oké, als we dan met z'n allen moeten gaan participeren...
Hoe gaan we dat dan doen? Op wat kunnen we nog leunen? En zijn die gasten die jullie uitnodigen ook echte steunpilaren? Want die zijn meerdere aspecten. Mm-hmm. Maar zijn die gasten een van die steunpilaren? Ik denk voor een deel, zeker bij Jacinta van Harteveld, dat natuurlijk geldt. Dat zelfs rouwbegeleider is letterlijk een steunpilaar voor veel mensen. De architect? Ja, archeoloog is het. Een archeoloog is... volgens mij graaft hij net zo lang totdat hij hetgene heeft gevonden wat... waar deze stad letterlijk op leunt. En voor een acteur... Nou, ik denk dat bij een acteur de uitdaging is van... Oké, hoe vertel ik dan... Of hoe zet ik dat verhaal weer om? Wat inspireert mij? Wat doet mij spelen? En hoe zet ik dat weer om naar theater? Oké. Okay. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Ja. Want ik had er niet zo'n goed beeld bij, maar nu wel. Ik heb een klein beetje een idee van wat er over gaat. Ik heb een goed idee van wat er gaat gebeuren. Mooi. Maar vrijdag, waar moeten we zijn? Want dat is misschien wel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Het is inderdaad aanstaande vrijdag, 21 februari. Start om 8:00 in Scheltema. Dat is in de Marktsteeg, nummer 1. Kaartjes kan je reserveren via publiciteit@pstheater.nl. En mocht je... nog niet helemaal overtuigd zijn, dan moet je gewoon een kijkje nemen op de website. En dat is... Of nu nog even blijven kijken, want dan ga ik een klein proefje van bekwaamheid doen. Je hebt twee leden van je gezelschap meegenomen. Ja. Wie zijn er meegekomen? Rian Evers en Laura Peters. En wat gaan ze doen? Het zijn allebei theatermakers. En ze gaan iets laten horen wat ook bij PS Ontmoet te horen zal zijn. Dus een tune die we geïnspireerd op het thema... waar we mee bezig zijn, gemaakt hebben. Oké. Okay. Dus, nou, mooi. Gaan we naar luisteren. Pepijn Schmid, dank je wel dat je hier was. Yes. En dan wil ik alleen onze overige gast nog even bedanken, Jan Sloof. En dan gaan wij nu lekker genieten van het PS Theater. En ik zie u aanstaande vrijdag weer bij Politiek aan tafel. Word begroet, ontmoet, ontdoe je van wat nog moet. Doe jezelf iets moois te goed, inspiratie in overvloed. Bij PS Ontmoet, word begroet, ontmoet, ontdoe je van wat nog moet. Doe jezelf iets moois te goed, inspiratie in overvloed. Word begroet, ontmoet, ontdoe je van wat nog moet. Doe jezelf iets moois te goed, inspiratie in overvloed. Bij PS Ontmoet wordt begroet, ontmoet, ontdoe je van wat nog moet. Doe jezelf iets moois te goed, inspiratie bij PS Ontmoet. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.